Het Cornert Lyceum was het podium om een landelijke actie af te trappen. Namelijk de Week van de Jonge Mantelzorger. De leerlingen maakten een zelfgeschreven rap samen met de Dos Hermanosbroers. En de school kreeg ook nog een tandemplakkaat. Als dank voor de jaren van support. Ik ben alleen maar aan het haasten. Al mijn tijd gaat zitten in de rug van mijn naaste. Hij zorgde voor zijn broer. Wat mensen dachten, moeder hem geen moer. Ja, het is een heel mooi dat we hier aan mee kunnen doen. Wij vinden het op school heel belangrijk dat leerlingen naast het onderwijs ook andere dingen doen. En zorg hebben voor... We weten dat er veel kinderen zijn die zorg hebben voor hun broertje of een zusje. Ja, dus dat is echt een maatschappelijk iets. En dat vinden we heel mooi om hier aan deel te mogen nemen. Nou, wij vinden het heel belangrijk om voor een toch vrij onzichtbare groep jonge mantelzorgers meer aandacht te genereren. En door zo'n middag als dit te organiseren, ja, hopen we dat daar pers op afkomt en dat meer mensen het gaan zien. Ja, en dat het onderwerp jonge mantelzorgers, ja, meer in de picture komt. Ouders zijn gescheiden en mijn moeder die is ziek. Wij hebben altijd op het einde in 4 HAVO, in de projectdagen, hebben wij maatschappelijke thema's. Maatschappijleerdag is dat eigenlijk. En daar worden gastlessen verzorgd door onder andere de mantelzorg, maar ook door andere maatschappelijke thema's komen daar aan bod. Wij merken dat als we op scholen komen, want we geven heel veel voorlichtingen op scholen, aan zowel basisscholen als middelbare scholen, dat op het moment dat je het woord mantelzorg roept, dat het geassocieerd wordt met de zorg van ouders voor hun bejaarde ouders. En niet zozeer met de zorg van kinderen en jongeren voor hun naasten. Nou, het is denk ik wel moeilijk om iedereen daarbij te betrekken en de leerlingen er oog voor laten hebben. Maar daardoor des te belangrijker dat het wel gebeurt. We merken toch dat we vaak veel moeite moeten doen om ergens binnen te komen. En dat als we er eenmaal zijn, dat zeggen, oh joh, dat hadden we ons helemaal niet gerealiseerd. En ja, je moet je bedenken dat 1 op de 4 kinderen en jongeren in zijn of haar leven met een mantelzorgsituatie te maken krijgen. Ja, jullie hadden natuurlijk nu Dos Hermanos, dus met een rap. Jullie hebben een plakkaat gekregen. Dat is eigenlijk denk ik wel een voorbode voor de toekomst. Ja, zeker. Dat betekent dat we op de goede weg zijn en hiermee door moeten gaan. Ja.